Beste kijkers, weer een nieuw programma van Bevlogen Mensen. In de zomer zijn we er even uit geweest, maar nu beginnen we weer met een aantal nieuwe programma's. En vandaag switchen we over van een prachtig standbeeld op de Oude Markt. Geert Jansen, de keizer. Vandaag de dag zou het eigenlijk wel nodig zijn om de groep donateurs, als het ware misschien met die term schovelingen, weer opnieuw leven in te blazen, bekend te maken. Er zijn dan mensen die mogen dan meedoen bij bepaalde activiteiten, die lopen maar gewoon verkleed als burger. We hebben dit jaar al een poging gedaan om dat te laten zien hoe dat kan met het gilde mee. En die zijn ook bij andere bijeenkomsten natuurlijk belangrijke gasten. Maar wat van belang is dat een schoveling op het eind van zijn leven wellicht met gilde eer begraven wordt. Ja, dus denkt u bij uzelf, nou ja, die begrafenissen vandaag de dag, wat stelt dat nog voor? Een of andere een belangrijke figuur die ze dan vertelt over met dia's hoe iemand geleefd heeft. Maar gewoon het ritueel uitvoeren en daar plechtig door gilde mensen, gilde broeders en gilde zussen bij begeleid te worden. Wat zou het toch een eer zijn? U kunt nog altijd heel snel schoveling worden of donateur van het gilde. Meld u aan. En dat is natuurlijk gewoon, ik sta hier langs Geert Jansen, de keizer van het gilde. Die zorgt met zijn gezelschap van dat er allerlei fantastische dingen gebeuren. Dat men als daar trots kan zijn om gilde broeder of gilde zuster te zijn. Sluit u aan, komt erbij. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon een marginale, een rol aan de zijkant doen. Dat u gewoon als vriend van het gilde zich bekend maakt. De keizer zal tevreden over u zijn. En we gaan hier terug naar deze tafel, deze mooie tafel in het clubgebouw van de Heilige Bloedgilde in Boksmeer. Mag ik jou vragen om jezelf even voor te stellen? Dat mag. Ik ben Geert Jansen. Ik ben eerste deken, oftewel voorzitter van het Heilige Bloedgilde. En sinds 2013 ook keizer van het gilde. Ida Tillebrands. Ik ben dame van het Heilige Bloedgilde. En ik ben lid vanaf 1979 van het Heilige Bloedgilde. Ik ben Gert van Verberkt. Ik ben vendelier van het Heilige Bloedgilde Boksmeer. Bijna 10 jaar al. Hoe oud was jij dan toen je begon? Toen was ik 7 jaar. Kijk eens aan. Geert, jij bent de voorzitter. Mag ik bij jou beginnen? Kun je iets vertellen over de geschiedenis? Hoe lang bestaan jullie al? Het Heilige Bloedgilde is ontstaan in 1450. Wij zijn eigenlijk een vereniging ontstaan uit twee gildes. Vroeger waren er hier twee gildes, het Sacramentsgilde en het Petrusgilde. En die twee zijn in de geschiedenis ooit een keer samengevoegd tot het Heilig Bloedgilde. Wij hebben betrekking via de kerk, betrekking met de vaart. De bloedprocessie die ieder jaar ook al heel lang. Die ook al eeuwenlang bestaat, ja. En je hebt me ook verteld, het gilde heeft ook een schutterij. Ik bedoel, van meet af aan hadden jullie een beschermfunctie, hè? Ja. Van begin af aan, eigenlijk alle gildes die zijn van oorsprong, zijn dat schuttersgilden. En die hadden als doel de bescherming van kerk en van de dorpen waarin ze ontstaan zijn eigenlijk. Oké, en luister, heeft de streek hier veel gildes? Zijn er veel gildes in het Land van Kuik of in Noord-Brabant of in de regio? Als ik tel in het Land van Kuik hebben we 32 gildes. Alsjeblieft. Alleen binnen de gemeente Boksmeer hebben we er al 8. Alleen al binnen, dus het is veel historie en traditie. Ja, van 11 kerkdorpen zijn er 8 die een gilde hebben. Oké. En hoeveel leden hebben jullie? Wij hebben ongeveer 50 leden, waarvan rond de 30 nog die echt actief zijn. Die dus die in uniform meedoen. Ja, want jullie hebben geuniformeerde leden en ongeuniformeerde leden. Mag ik eens vragen, Ida, wat zijn dat? Dat zijn leden die wel lid zijn, maar niet meer in kledij meelopen. De ongeuniformeerde leden. Dus eigenlijk steunen van het gilde en toch lid blijven. En toch wel lid blijven. Ja. Zijn dat vaak wel mensen die heel lang lid zijn geweest van een gilde en dan... Ja, die ouder worden en niet meer met alle activiteiten mee kunnen doen. Maar jij bent een geuniformeerd lid. Ja, ik ben een geuniformeerd lid. En al heel lang, denk ik. Ja, al 10 jaar. Vanaf het begin? Vanaf het begin, ja. Nou, en dan blijf je nog lang? Ja, ik blijf nog lang, ja. Oké. Geert, ik kom even terug bij jou. Als ik kijk naar het jaar, wat doen jullie zoal? Welke activiteiten hebben jullie? Wij beginnen ons jaar eigenlijk altijd met het koningsschieten. Dat is de opening van ons gildejaar eigenlijk.
Daarna nemen wij deel aan de Boksmeerse Vaart. Wij nemen deel aan de dodenherdenking. Wij nemen deel aan de lintjesregen, dus de gedecoreerde. Daar brengen wij een huldiging aan. We nemen deel aan onze gildedagen in de kring. En mocht er maar eentje zijn, dan pakken we er ook vaak nog wel eentje buiten onze eigen kring waar we naartoe gaan. Okay. Dan zijn we ook nog altijd aanwezig bij de eindejaarsviering in de Petrusbasiliek. En mochten er tussendoor nog dingetjes komen, ja, jaarlijks komen er wel een aantal dingen nog waar wij bij aanwezig zijn. Denk aan een of ander optredentje in de kerk of bij een huwelijk, een 60-jarig jubileum. Een begrafenis. Een begrafenis, ja. Jullie zijn eigenlijk onlosmakelijk verbonden met de vaart, denk ik, hè? Ida, wat betekent de gilde bij de vaart? Wat doet het Heilig Bloedgilde bij de vaart? Nou, bij de vaart doen we zaterdags meer de opening. Als de monstrans in de kerk, voor in de kerk gezet wordt, dat is de opening van de vaart. Daar zijn we bij aanwezig. 'S Morgens zijn we bij de Heilige Mis en dan de processie. En dat is ons deelname. En in de processie lopen de gildeheren lopen langs de hemel met de monstrans en de rest komt erachteraan. Want als ik het goed begrijp, dan hebben jullie echt een link met de kerk. Hè? Het gilde is onlosmakelijk verbonden met de kerk. Ja. Kun je er eens wat meer over vertellen? Ja, onze kledij die zegt het al. Rood en zwart is van het Heilig Bloed. En van de kerk, dus. Maar jullie zijn bij meer kerkelijke diensten, hè? Dus jullie openen de diensten. Wat doen jullie met een oudejaarsviering bijvoorbeeld? Bij de oudejaarsviering zijn wij als gilde gewoon aanwezig. Maar niet echt. Dat we zeggen van, we hebben daar een speciale functie. Oké, en welke dienst hebben jullie wel een speciale functie? Onze eigen koningsschieten, daar hebben wij echt wel een functie. Oké, en wat doen jullie dan? En daarvoor zorgen wij ook de lezingen, daar doen wij het collecteren. Dus daar zijn we echt nadrukkelijker aanwezig in die viering. Oké, en de misdienaars? Misdienaars, ja. Die hebben we er ook altijd een paar van onze leden. Meestal een paar jeugdleden die we daarvoor vragen om als misdienaar te fungeren. En wat doen jullie bij begrafenissen dan? Dat ligt eraan dat ligt aan de familie. Mm-hmm. Dat wat de wensen zijn van een familie. Dat voeren wij uit. Ja, maar jullie zijn wel vaak aanwezig? Wij zijn wel aanwezig. Mm-hmm. En normaal gesproken is het traditie dat een gildelid begraven wordt met gildeeer. Mm-hmm. Of de familie moet het niet willen, maar normaal gesproken doen we dat wel. En dan zitten er verschillende gebruiken aan vers natuurlijk. Van het walken bij de kist als ze nog opgebaard staan, bij het afscheid nemen. Wij verzorgen eigenlijk vanaf... Ja, dat de rouwauto bij de kerk aankomt. Daar verzorgen wij eigenlijk dat de kist uit de auto komt. Dat die mee naar binnen toe gaat. Tot aan het einde toe eigenlijk. Wij zijn er constant bij betrokken. De hele viering in de kerk wordt er gewaakt bij de kist. Door 2 personen. Zo mooi. Ja. Dus dat is wel heel eervol, Gert-Jan. Ja, dat is heel eervol. Wat heb je ook wel eens meegedaan met zo'n dienst? Ja, ik heb ook wel eens meegedaan met zo'n dienst. En wat heb jij toen gedaan? Toen heb ik langs het graf gestaan, meer als eer, met de vendel in mijn hand. Oh ja, met vendel natuurlijk. Ja, we hebben ook een soort van ritueel. Dat doet de hoofdvendeldrager. Die doet een ritueel boven het graf om meer eer aan het graf te bedenken. En dan staat de rest van de geuniformeerde leden, die staat er langs ook als eer. Zo, ja, dat is toch wel heel respectvol dan, hè? Dat is echt een heel mooie... Ja, steek van respect en eer. Ja. Ik wil even bij jou terug, want jij zei dat er gildedagen waren. Ja. Ik denk dat jij ook al een keer een gildedag... Wat zijn gildedagen? Wat doen gildes op gildedagen? Ja, gildes doen op gildedagen. Ze beginnen altijd met een optocht door het dorp waar de gildedag gehouden wordt. Mm-hmm. En dan is altijd publiek langs de straten. Dan komen we op een veld. Daar houdt het gilde die het organiseert een openingswoord met de burgemeester van die plaats.
dan wordt er altijd een stukje gevendelzwaaid door alle vendeliers van alle gildes. En dan wordt er ook nog een soort van slangendefilé gehouden. Daar voor alles wordt apart, gaat een rondje lopen met tamboers bij elkaar, vendeliers bij elkaar, tamboers bij elkaar. Dat allemaal. En, het is, en daarna beginnen de wedstrijden, dus het is ook een soort van competitie, een gildedag. En het is ook een soort van sport dus? Ja, het is eigenlijk ook een sport, voor soort van sport. Dus je moet toch inzet en energie heb je ervoor nodig. Oké, maar en welke sporten worden er beoefend? Voor trommelen wordt er beoefend, bazuinblazen, schieten, kruisboogschieten en vendelzwaaien. Zo, dat moet wel mooi zijn met alle gildes met hun kleurrijke pakken. Zijn de gildedames er ook bij, Ida? Ja. Dus en doen die ook mee in de sporten? Nou, de kruisboogschieten wel. Oh ja, ook, daar doen ook de gildedames aan mee natuurlijk, ja. Ik kom natuurlijk naar het koningsschieten. Dat is een belangrijke activiteit van het gilde, of niet? Daar weet jij alles van. Ja, dat is de belangrijkste activiteit eigenlijk. Voor, tenminste, wij vinden dat de belangrijkste activiteit van ons gilde. Hoe ziet dat eruit, zo'n dag? Bij ieder gilde anders, maar wij beginnen 's morgens met een ontbijt bij de koning. Dus het gilde gaat de koning afhalen. Van vorig jaar? Ja. Nee, de huidige koning. Nog de huidige koning? Nog de huidige koning, ja. Ja. Die wordt thuis afgehaald en de huidige koning verzorgt een ontbijt bij hem thuis. Voor de aanwezige gildeleden. Okay. Als dat ontbijt voorbij is, dan vertrekken we met z'n allen naar de kerk. Okay. We hebben hier om 10:30 zondags de viering. En als die voorbij is, dan gaan we hier naar het clubgebouw toe. Dan hebben we eventjes een gezellig samen zijn van een uurtje ongeveer. En daarachteraan hebben wij een koffietafel met al onze leden en een aantal genodigden. En dan begint 's middags het koningsschieten. En waar is dat, hier in Boksmeer? Ja, het koningsschieten is hier in het Weijerpark. In het Weijerpark? Ja. Oké. En wat houdt dat in, dat koningsschieten? Wij beginnen altijd met de jeugd en het publiek noemen wij dat altijd. Maar daar zitten ook de leden bij die absoluut geen koning willen worden. Oh, dat mag die mogen ook. Ja, dat mag ook. Die geeft van tevoren aan of je mee wil doen met de wedstrijd. Ja. Oké. En leden die absoluut geen koning willen worden, mogen dus op zo'n publieksboom meeschieten. Daar beginnen wij mee te schieten en daarachteraan komen nog de dames. En die hebben er zelf voor gekozen om niet mee te schieten voor de koningstitel. Okay. Maar die schieten met hun eigen groep apart. Diegene die daarvan wint noemen ze bij ons bij het gilde de eerste dame. Ook een mooie titel. Prachtig. En dan het koningsschieten. En wat kan de jeugd winnen? De jeugd kan gewoon een schild winnen waarop staat jeugdkoning van het Heilig Bloedschilde Boksmeer. Oké. Maar ze worden ook koning al? Ze worden ook koning, ja. Oké. En dan het koningsschieten aan zich? En het koningsschieten aan zich begint eigenlijk als laatste. En zal ongeveer gemiddeld een 2 uur duren. Oké, en hoe ziet dat uit? Dan hebben jullie een stuk hout of hoe moet ik zien? Ja, die vogel eigenlijk wordt gemaakt van een klos hout van, ja, hij is bij ons ongeveer 20 bij 10 en 6 centimeter dik. En aan beide zijden zit er 3 mm triplex tegen. En die moet van die palen afgeschoten worden. Hoe groot heb je daarvoor nodig? Ja, de laatste jaren gemiddeld rond de 200. Zo zeg. En daar heb jij 3 jaar op een rij? Daar heb ik 3 jaar op een rij gewonnen. En daardoor ben je nu de keizer. En daarom ben ik nou keizer. En hoeveel leden doen er mee met dat schieten? Gemiddeld? Ja, dat varieert een beetje. Gemiddeld rond de 10. Rond de 10. Ja. En dat gaat om zijn beurt dan? Ja. Net zolang tot eigenlijk dat hij eraf de huidige koning lost het eerste schuld. Oh ja. En dan is het op loting. Oké. Oké, en dan heb je de vogel eraf. En dan? En dan volgt de huldiging. We huldigen iedereen die een vogel eraf geschoten heeft, die wordt gehuldigd. Ja. Dus de jeugdkoning wordt gehuldigd, de eerste dame wordt gehuldigd. En degene die bij het publiek eraf geschoten heeft, die wordt ook naar voren gehaald en krijgt een herinnering. Oké. En dan wordt de koning gehuldigd. En wat krijgt de koning? De koning krijgt het koningsvest om en heeft de eer om over het hoofdvaandel te mogen lopen.
over het hoofdvaandel te mogen lopen. Ja, die eer die krijgt niemand. En wat mag de keizer? Die had al 3 keer over hem mogen lopen. Geweldig. Nou, dat is toch echt heel erg mooi. En dan krijg je zo'n zilvervest om. Ja. Oké, zo'n zilvervest. Kun jij daar iets over vertellen? Want dat is een van de attributen, geloof ik, van het gilde, hè? Ja, dat klopt. Dat is een soort van vest wat je aandoet. En daar zitten dan schildjes, koningsschildjes op. Ongeveer 17 schildjes per vest. Jee. Ja. En hoe komen die schildjes erop? Hoe kom je aan die schildjes? Ja, iedere keer als de koning zijn koningstitel inlevert, dan schenkt hij ook een nieuw koningsschildje van hem. En dat wordt op het vest gemonteerd? Ja, dat wordt op het vest. Ja. Hoeveel vesten zijn er, Ida? Hebben jullie al? Ik dacht 4. 4? 5. Ja, 4 grote en 1 kleintje. En 4 grote en 1 klein. Dus ja, dat groeit alleen maar natuurlijk. Ja. Nou ja, daarom wordt zo'n gilde natuurlijk wel heel rijk, of niet? Ja, of niet. Of niet, maar al dat zilver, toch? Ja, dat klopt. Maar als je ziet waar dat de rest van de kosten allemaal zijn, dan ja, worden wij niet rijk. Oké. We kunnen eigenlijk zeggen dat het gilde 3 grote hoofdactiviteiten heeft, behalve alle dingen die jullie nu genoemd hebben. En dat is het trommelen, dat is het vendelzwaaien en het kruisboogschieten. Ida, ik geloof dat jij een kruisboogschietvrouw bent. Klopt dat? Geweest. Geweest? Geweest, ja. En wat houdt dat, wat doet en wat is het kruisboogschieten bij een gilde? Nou, dat is ook in clubverband, ook met andere gildes, want er zien er een heleboel. Wie ook allemaal, en dan gaat het, iedere week wordt er geoefend, en wel hier. En dan gaan ze ook naar wedstrijden toe. Oké, en hoe lang doen jullie dat al als gilde? Vanaf 94. Vanaf 94 is ook al een respectabele tijd. Dus dat was, vroeger werd dat niet gedaan. Dat is iets wat later erbij gekomen is. Ja, ja, en wat doe je dan precies? Ja, een kruisboog schieten is 24 schoten. Ze doen er ongeveer 1,5 uur over. En dan de meeste punten. En dan gelden de meeste punten? De meeste punten gelden. Oké, en het is voor dames, voor heren, voor de jeugd? En voor alle gildes. En voor alle gildes. En het is ook een competitie, een onderlinge competitie. Ja. Oké. Jij, Gert-Jan, jij bent een vendelzwaaier, toch? Ja, dat klopt. Wat betekent het vendelzwaaien bij de gildes? Ja, het betekent eigenlijk gewoon dat je een patroon moet zwaaien met je vendel. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan gooien. Je moet eigenlijk van alles kunnen met die vlag. Het is een vlag die je in de hand hebt? Ja, het is gewoon een vlag die je in je hand hebt. Want dat is eigenlijk een soort sport, toch? Ja, dat is eigenlijk een soort sport. Want er zitten ook gewichten aan die vendels. Oké. Okay. En er zijn vendels van 2 kilo, dat is voor de jeugd. En er zitten vendels van 4 kilo. En dat is voor de junioren, senioren. Oké. Okay. Ja, en als je met zo'n gewicht van alles moet kunnen, daar zit toch wel wat kracht in. Okay. Dus dan kun je het zien als sport. Oké, okay, en wat doe je dan? Hoe leer je dat? Ja, dat leer je door te oefenen en met de instructeur. Oh, je hebt wel les dus? Ja, ik heb les. Elke week? Ja, 1 uur in de week. Oké, okay, dus het is echt een sport die je moet leren beoefenen dus, als het ware. Ja, want zonder oefenen dan lukt het niet. En wat doe jij dan? Wat voor oefeningen? Wat is moeilijk? Wat vind jij moeilijk aan het vendelzwaaien? Ja, en wat is makkelijk? Ja, makkelijk is gewoon dingen, net als rondjes boven je hoofd zwaaien. Dat is makkelijk. En moeilijk is gewoon gooien met die vlag of eroverheen springen. Oké. Okay. Ja, we zien een stukje in deze film. Dus dan kunnen we zien dat het best een zware gebeuren is. Want als ik dan naar die bevlogenheid als ik naar de bevlogenheid van jou kijk, dan heeft dat met het vendelzwaaien te maken. Dat klopt toch, hè? Ja, dat klopt. Want wat is jouw bevlogenheid in het hele gebeuren? Waarom wil jij graag lid zijn van het gilde? Ja, ik wil graag lid zijn, want je hebt een doel om naar vooruit te werken. Je zit niet zomaar iets met die vlag te doen. Het is toch dat je een slag, zo noem je eens een oefening, dat is toch weer om te oefenen dat je het kunt. En dat vind ik zo mooi eraan, dat je een doel hebt om naar vooruit te werken. Ja, het is ook wel een beetje sport, hè? Ja. En competitie. Voor de jeugd is dat natuurlijk wel heel erg leuk, hè? Ja, je kunt het zien als competitie, want dat doe je op de gilddagen. En dat is zeker voor de jeugd. Oh ja, je werkt naar iets toe natuurlijk. Ja. Heb je al ooit wat gewonnen? Ja, ik heb ooit een schildje gewonnen, die heb ik op mijn pak. Waar? Laat eens zien. Dit schildje,
Dat heb ik gewonnen op een gildedag. Ben ik ja, tweede geworden. Zo. En dat word je? Waar word je door een jury beoordeeld? Ja, je wordt door een tweetal juryen beoordeeld op hoe je het veld opkomt en ja, hoe je je patronen uitvoert. Ja, dus dat is, dat, je moet wel oefenen op die patronen dus. Ja. Oh ja, oké. Okay. Meneer de voorzitter en keizer, hè? Het trommelen is het derde onderdeel. Hè? Mm-hmm. Hoe is dat bij jullie? En waarom de trommelaars? Waarom hebben jullie trommelaars? Waarom hebben we veel gildes trommels? Trommelaars? Niet veel gildes, alle gildes hebben trommelaars. Alle gildes zelf. Maar dat is ook een, eigenlijk vanuit de geschiedenis. Als je gaat kijken naar het leger, had vroeger ook trommelaars. Herriemakers die voorop gingen in de strijd. We hebben een eigen drumband binnen ons gilde. We zitten op het moment met 8 leden en we hebben ook iedere week 1,5 uur les. Maar wat voor soort functies hebben de gildeleden? De gildeleden, ja, als ik kijk naar een bestuur, hebben we een voorzitter, eerste deken, een tweede deken als die de functie heeft van secretaris, een penningmeester. En dan als je kijkt naar de rest van de gildeleden, hebben we een tamboerkorps, die dus de trommelaars. De trommelaars, ja. We hebben vendeliers, die doen vendelzwaaien. We hebben kruisboogschutters, die doen kruisboogschieten. We hebben gildeheren, die lopen of met een zilvervest of met een halenbaard, lopen die mee. En gildedames, wat een hele aparte aanvulling en aparte groep is binnen onze vereniging. Ja, want die waren er vroeger niet die bij, Die waren er vroeger niet bij, nee. Maar nu horen ze er gewoon volledig bij. Ja, absoluut. Kijk, dat is mooi. Maar dan kom ik even bij jou, want jij bent een gildedame vanaf het eerste uur. Waarom, wat is jouw bevlogenheid, jouw passie om bij deze gilde te horen? Nou, als gildedame dan, hè? Ja. Ik ben erbij gekomen in 1979. Omdat mijn man, die was er ook bij. En die zegt ook van, dan kunnen we ook gezamenlijk overal mee heen. En in 1984... zijn de jurken gekomen. Ik heb, ja, jammer genoeg, maar 4 jaar heeft mijn man ervan kunnen profiteren dat we samen waren. Toen is hij overleden. Maar toen heb ik de eerste jurk, de gewone jurk, dan de koninginnenjurk niet, want die had een ander al gepast. In België, komen van Antwerpen af, daar zijn ze ontworpen. Hier heeft mevrouw Peters heeft die gemaakt. Voor ons. En ja, sinds die tijd ken ik het eigenlijk niet anders. Als ik hoor mee te lopen, ik hoor erbij. Het is fijn om ergens bij te horen. Ja. Hè? Dus door je man ben je erbij gekomen. Ja. En nu is het een belangrijke groep voor je eigen leven. Vind ik wel, ja. Nou, dat is toch hartstikke mooi, hè? Ja. Van jouw eigen leven, Gert-Jan, welke attributen, want jullie, kijk maar, je ziet hier zo over. Wat zijn de belangrijkste attributen voor het gilde? Ja, de kleding, de trommels, we hebben vlaggen, de hellebaarden, de zilvervesten en de kruisbogen. Oké,
En de zwaarden, ja. En de zwaarden. Er zitten wel best veel wapens bij. En die heeft toch met dat leger van vroeger te maken. En toch hè? Met die schutterij te maken. En de schutterij, ja. Die altijd onlosmakelijk met gilden verbonden is. Hè? Maar je zei ook hellebaarden? Ja, hellebaarden. Dat zijn soort van stokken met een soort van speer erbovenop. Je kunt het zien als een speer. Ook weer een wapen dus. Ja, dat is ook weer een wapen. En die dragen de heren die meelopen, die dragen die dan op hun schouder. Oké, ook om te beschermen. Om ja, de bevolking om en de burgerij en zichzelf te beschermen dus. Ja. Oké, wat ik ook begrepen heb van jullie, is dat jullie nieuwe leden nodig hebben. Ja, wie niet, maar jullie zeker, toch? Absoluut. Waarom? Omdat wij met z'n allen vinden, en daar staan we ook echt voor, dat zo'n oude traditie binnen een dorp niet verloren mag gaan. En als er geen nieuwe leden bij komen, ja, dan houdt zoiets wel een keer op te bestaan. En dat mag absoluut niet gebeuren. Nee, dat mag niet gebeuren. Nee. Maar dan ga ik naar Gertje, want jij bent een mooi jong gildelid nog. Ja. Wat is jouw bevlogenheid om hier om lid van zo'n gilde te zijn? Waarom wil jij dat? Waarom ga je niet voetballen bijvoorbeeld, maar wil je lid zijn van zo'n gilde? Ja, omdat gilde toch iets met respectvol te maken heeft, met een traditie. En je hebt iets om naar vooruit te kijken. En dat is toch wel iets anders dan met voetbal. Dan kun je wel gewoon voetballen, maar ja, hier heb je iets, daar kun je naar vooruit werken. Ja, en het is wel ook een sport, hè? Ja, het is ook een sport. En een bijzondere sport, want wie gaat er nou vendel zwaaien? Ja, dat doet de jeugd zelden. Ja, en dus, nou, doe een oproep aan de jeugd om en te komen sporten en bij het gilde te komen. Ja, als je een leuke sport zoekt, het gilde is heel mooi. We zijn zeer op zoek naar jeugd, want we hebben maar weinig jeugd. En onze mensen worden ook ouder, die moeten ooit een keer vervangen worden. En als er geen jeugd bij komt, dan kan het gilde niet meer bestaan. Nee. Dus jij blijft er in ieder geval nog heel lang bij. Ja, ik blijf nog heel lang bij het gilde. Mooi, want vaak, hè, Geert, is het wel zo dat het van familie op familie gaat, toch? Dat klopt. Ik ben ook al de derde generatie binnen onze familie die mijn opa is altijd lid geweest hier in Boksmeer bij het gilde. Mijn vader is vanaf zijn zesde jaar lid geweest hier in Boksmeer bij het gilde. Alleen die is, toen hij getrouwd is, in Haps gaan wonen. En is daar lid geworden van het gilde. Daar ben ik als klein manneke ben ik ook begonnen bij het gilde. En ik heb de overstap gemaakt naar hiertoe. Ik ben 26 jaar in Haps erbij geweest. En nu alweer 13 jaar hier. En wat is jouw bevlogenheid voor dit gilde dan? Ik ben helemaal met het gildewezen opgegroeid. En voor mij een leven zonder het gilde gebeuren. Dat ken ik niet. Dus dat zal ook niet gaan gebeuren. Ik kan gewoon zou mijn eigen leven voor kunnen stellen zonder zo'n vereniging. Oké. En daarmee bewaar je ook een stukje traditie, denk absoluut, ik. Ja. En daar werk jij aan mee. Ja. En al helemaal als je de keizer bent. Ja, dat denk ik wel. Goed. Als mensen zich op willen geven, als ze geïnteresseerd zouden zijn, hoe kunnen ze dan in contact komen met jullie? Alle adresgegevens om met onze vereniging in contact te komen, die staan op onze website www.heiligbloedschilde.nl. En daar staan alle adresgegevens van onze secretaris op waar ze zich zo aan kunnen melden. En de jeugd, Gert-Jan? Ja, er is ook nog een Facebookpagina, daar kun je ons op volgen. Je zoekt gewoon het Heilig Bloedschilde Boksmeer en dan kun je ons volgen op de Facebookpagina. Oké, en heb jij ook nog een Facebookpagina, Ida? Nee. Jij bent de vertegenwoordiger van de ongeuniformeerde leden. Ja. En die groeien vanzelf. Hè? Ja, maar ik zou wel willen dat die jurken weer iemand aandoet wie wij om gezondheidsredenen moeten laten hangen. Ook een mooie oproep. Vind ik wel. Heel mooi, Ida. Beste gildeleden, ik hoop dat jullie nog heel lang blijven bestaan. Want ik vind het een prachtige traditie. En zeker als ik hoor dat er zoveel gildes alleen al hier in het land van Kuik zijn. Dus ik wens jullie veel succes toe en aan de kijkers wil ik vragen, hebben jullie nog een beetje tijd over? Willen jullie sportief bezig zijn? Willen jullie een traditie in stand houden? Of zoeken jullie nog wat leuke sociale contacten? Meld je aan bij het Heilig Bloedschilde in Boksmeer. Dankjewel voor het kijken.